Yo, gasten, welkom bij een nieuwe video bij Town. Daar ben ik weer. Het is heel lang geleden, ik weet het jongens. Maar afgelopen week, volgens mij 1 of 2 weken geleden, is Rick naar de première van de serie Taart gegaan. En toen kwam op een gegeven moment het idee op bij iedereen om een taart te gaan bakken. En als je een taart wil gaan bakken, dan bel je Bardo op. We beginnen al dat ik het verkeerde paneelmeel heb gekocht. Dit is namelijk niet een taart, dit zijn kleine fruittaartjes. Ik heb genoeg kookprogramma's gezien om jullie met zekerheid te vertellen dat ik hier niks van kan. Maak hem open, ik weet echt niet wat hierin zit. Ik heb geen idee. Ah, wat leuk. Joodse keppeltjes. Sowieso, ik heb er nu één op mijn hoofd en daar moet iemand uit gaan eten. Haal de bakplaat uit de oven en leg de... Oh. Maak weg. We hadden geen bak met papier, dus daarom heb ik maar... bakpapier. Warm de oven voor, natuurlijk. Godverdomme. Roer de boter zacht in de beslagkom en voeg maximaal... Oh, deze hebben we dus... Moet de hele bak boter? Nee toch? Het is toch niet... Is dat te doen? Ik doe gewoon een... stuk... Oh! Shit, ik sla het op de tafel. Ah, het zit op mijn hand! Ik haat boter. Ah, ik stop me... Kut elleboog ook nog. Oké, we hebben boter in de pan. Op tv-programma is ook een ander programma naast de serie Taart. Dat heet Taarten van Abel. Sowieso, ik denk dat Taarten van Abel niet goed vindt hoe ik nu het koken ben. Maar dan moet je taart maken voor iemand. En dus ik heb bij mezelf, voor wie maken wij dan een taart? Voor Dennis en Stefano. Je kent ze wel van Banje Movies. Hun hebben recht op een lekker taartje. Ja, dat vind ik zeker weten. En we hebben hier de mail. Maar niet zomaar mail, het is de e-mail. Want er staat het e op. Stap je e-mail. Rol een deegrol? Ik zit hier met 2 klonten boter in een bak. Hoe kan ik deeg... 20 milliliter melk. Ja, hoe kan ik milliliter? Jezus. Oh, wat een ramp. Is dit 20 milliliter? Ik stop. Oh, ik heb zoveel erin. Ik heb zo ongelooflijk veel erin. Kijk dan, ik heb dat halve ding erin gekukeld. Dit is een 2 liter fles. Oh, de melk is pas stap 7. Ik zie nu melk als stap 7 staan. Oh, wat stom. Ah, de taartmix moet er wel bij daarentegen. Dus daar ga je, taartmix. Oh jee, de taartmix is net in de melk gevallen. Oh, het zakje. Oh, godverdamme. Moeten er ook eieren bij? Ik heb eieren, ik weet niet waarom ik eieren hier heb staan. Echt een heel pak eieren heb ik hier. Ik dacht dat je bij taart altijd eieren nodig had. Ik zou vragen, maar ook langzamer af, waarom maak je niet zelf gewoon de taart? Jullie kijken nu wel op YouTube naar hoe iemand een taart bakt. Zoveel boter hier, hè. Oh, dit is een ramp. Ik betwijfel überhaupt, want Dennis zit in een rolstoel. Als ik hem dit geef... Slaat hij dan niet gewoon op hol? Dat hij helemaal van de boter gaat lopen trippen totdat hij aan. Ik ga er niet eens verder mee. Moet het iets met een staafmixer? Ja, er staat staafmixer. Godallemachtig. Potje aan door, nu ik ermee bezig ben, denk ik ook bij mezelf. Wat doe ik nou? Dat is eigenlijk het enige wat ik bij mezelf denk nu. Een half uur later. Oh man, dat trekt van alles langs. Ah. Ik wil gewoon weten of er nog een kans bestaat dat ik een taartje kan gaan maken vandaag. We hebben elke stap verneukt, nu al. Kijk, op deze manier kan ik veel beter met mijn handen zijn. Want zo doe ik het elke dag. Ho, ho, ho. Ik vind dit echt wel goed zo. Ja. We gieten het er gewoon direct in nu. Ah, het is toch wel redelijk gedoseerd. Volgens mij komt het precies uit. Dat is het erge. Oké. Hoppakee. Oh jee, en hier gaat er een overstromen. Oh, god allemachtig. Ah, het stroomt er ook helemaal massaal vanaf nu. Oh jee. Nu gaat die nog erger. Oké. Deze is helemaal verneukt. Je hebt het gevoel alsof er nog wreekbaar is, totdat je die klont overal in ziet. Zelfs een kuthaar in mijn oog. Nou, het gaat er niet op, het gaat er gewoon in. De slagroom verdwijnt in de... Wat ziet dit er nu ranzig uit? Oh, er is er weer een overstroom nu. Oh. Mijn taartjes is net zo erg als het kind van Kim en Kanye West. Gewoon iets wat nooit geproduceerd had mogen worden, waarvan iedereen denkt, hoe kan het? Hoe kan het dat het... Oh! Ik gooi hem zo in het taartje. Taarten, taarten, oh wat fijn. Taarten, taarten, het doet soms pijn. Ah nee! Waarom deed ik dat? Die is helemaal overstroomd. Die daar is al aan het overstromen. Die daar is ook aan het overstromen. Oh ja, hier. Zie je wat daar gebeurt? Er gaan gewoon 4 dingen tegelijk. Nou ja, die daar gaat het misschien wel redden. En het ziet er zo lekker uit. Ik heb mijn handen nog onder. Het ziet echt uit als stront gewoon. Dit is... Dan is er nog één laatste ding. En dat heb ik eigenlijk... Zo heb ik ook Dennis en Stefano weten te overtuigen dat we deze taartjes naar binnen gaan werken. Dat is namelijk dat ik 3 verschillende varianten ga maken van de taartjes. Ik ga de taartjes iets veranderen. Want wij hebben hier namelijk... Zure matjes. Ja, hele goedkope M&M's.
En kinder, terwijl de hele camera onscherp is en je ziet er niks van, maar je snapt het idee. Laten we 2 taartjes maken van de goedkope M&M's. Ik kies jou. Jou. Ja, dat waren er al 2 natuurlijk. Jij wordt een zure matjes. Dit valt zo op dat het een zure matje taartje is. Maakt niet uit, maakt niet uit. Jij wordt een zure matjes taart. Kijk, 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 deze zure matjes taarten. We vinden hier gewoon even het wiel opnieuw uit. En dat snap je zelf ook nu. Tussenstand, we hebben 2 M&M taartjes en 2 zure matjes taarten. Ik heb hier gewoon van die kinder en ik vind het gewoon zonde om die hierin te gooien. Kijk dit dan, we zijn er jongens. We zijn er. En hoe lang moet het in de oven? 20 tot 25 minuten. Doe daarna pas het fruit erin. Oh, Jezus, jij, ik heb chocola. Wie gaat dan ook chocola in de oven doen? Oh, Bardo, wat ben jij een domme lul. Alles is overlopen behalve die. Deze hier niet. Oh ja, die gaat hier nu overlopen, zie je? Nou, daar liggen ze dan in de oven. Oh, wat een stomme idioot ook. Ik ben zo benieuwd hoe het gaat. 25 minuten later. Daar zijn we dan met het resultaat. Jongens, ja, je ziet het gewoon, het is echt een hele grote plak geworden gewoon. Waarschijnlijk zouden we dit hier zo papa neer kunnen leggen. Dat is 1, 2. Gadverdamme man. Pakken we dit. En dan gaat dat naar de vuilnisbak. Daar liggen ze dan, 6 cakejes. Wel geteld, alles verneukt. Ja, het is allemaal kut. Dit zijn de zure matjes. Deze is met M&M's. Kinderchocola en zure matjes. Jongens, we zijn nu buiten en in Deventer ben ik in de stad met Dennis omdat er van alles is gebeurd vanmiddag. En op de achtergrond hoor je nu eventjes niks. Maar op de achtergrond is een hardcore feest bezig. En we zijn met Dennis! Ja. Woe, Dennis, ben je er klaar voor? We hebben een verrassing voor je, hè? Je weet, het is nu avond, dus de cakejes zijn sowieso koud. Dat is kut. Ja, dat ik heb hem er zo in gepakt. Wat denk je dat het is? Wat zit er in dat taartje? Ik weet niet, man. Je hebt geen idee? Het ziet er ranzig uit in ieder geval. Oké, volgende. Wat zou dat zijn? Ja, dat is bacon. Nee, oh, dat zijn zure matjes. Oh, we hebben de winnaar! Box! Oh. Nou, die laatste. Oh ja, dat zijn M&M's. Dat zijn M&M's? Oh, fuck. Laat ik het zo zeggen, ook helemaal als je het op camera ziet. Ziet dit er nog iets ranziger uit, zie je? Durf je het aan? Ja. Ja? Ja, als je dat snoepje is zo lekker. Ik weet niet of ik het snoepje kan noemen. Oh, wat denk je dat? Ik zit gewoon al te doen op mijn eigen eten nu, hè. Ik proef heel veel verbrande resten, zeg maar. Oh, ik kan me dat zo indenken. Ik weet het niet. Je weet het echt niet? Nee. Oh man, het antwoord is kinderchocola. Echt? Kan die kinderchocoladereepjes? 2 stuks. Oh, dat is gewoon verbrande chocola. Ja, sorry man. Misschien heb je dat moeten vertellen voordat je het at, hè? Als het je lukt om een hap te nemen uit de taart met zure matjes erop. Dit is verbazingwekkend lekker. Is dat lekker? Ja. Met zure matjes? Wat? Een taartje M&M's? Oh man, ik heb respect voor je man. Dit is alleen wel een beetje heel erg verbrand. Kijk dan. Ja. Heel. Nou, sowieso zure matjes 1, dan ga ik voor de tweede plek de kinderchocola en derde die M&M's. Ik neem nog een hapje. Je neemt gewoon nog een hapje, goeie motherfucker. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Het enige wat handig is om te vertellen is waarom ik met deze telefoon film. Simpel, omdat mijn camera niet was opgeladen toen we hier aankwamen, hè Dennis. Bardo is weer heel slim geweest. En welke serie moeten de kijkers kijken? De serie Taart natuurlijk. Oh, en die kijk je natuurlijk elke welke dag? Zondag. Hoe laat? Om 9 uur. Op? NPO 3. What the fucker, je hebt... Oh. Dus kijk lekker mee bij mij, Dennis. Elke zondag 9 uur na de serie Taart op de NPO 3. Elke zondag 9 uur heb ik al gezegd. 9 uur ochtends, dat is wel belangrijk. Nee, dat je niet om 9 uur s'avonds zit. Ja, nee, precies. Want dan zie je heel veel andere dingen. Zie je gewoon spuiten en slikken en dan worden mensen boos op mij. Ik had een leuke kinderserie. Nee, dat is wel. Enige andere is dat er nog een linkje in de beschrijving staat naar Rick's avonturen. Juist. Want hij was op de première van. Ja, hij was op de première van Taart. En het is een geweldig video. Ja, daarom. En jij bent fan. Ja, ik ben absoluut fan van Rick. Jongens, bedankt voor het kijken. Is extreem falende video over Taten. Namens Dennis en mij zeggen wij doei! Doei dus. Doei.